Feyenoord toont weer ouderwets haar oude gezicht deze week. Jan-Dirk, eerst goed spelen in de Arena en dan vervolgens falen in Deventer. Ja, als Feyenoord zich kan instellen op een tegenstander, zoals bij AZ en Ajax, is het prima. Moet ze het spel maken, is dat een stuk moeilijker. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond en welkom bij FC Rijnmond. Fijn dat u weer kijkt naar uw wekelijkse portie voetbal hier op TV Rijnmond, waarbij we het wel en wee bespreken van FC Dordrecht, Sparta, Excelsior en natuurlijk Feyenoord. En er is deze week genoeg te bespreken. Meepraten kan trouwens via Twitter, hashtag FC Rijnmond. En dat kan dan met de mannen hier aan de desk en elke week aan tafel. Jan-Dirk Stouten, goed dat je er bent. En naast hem, oud-Feyenoorder, voormalig linksback in de Kuip, Ruud Heus, tegenwoordig trainer van LRC in Leerdam. Ook wel, jij welkom weer. Ja, dank je. Laatste back toen ik als supporter op vak T zat, die elke week een 8 scoorde. De laatste back. De laatste na van Bronckhorst was ook goed. Maar jij was echt constant in die tijd. Dat weet ik echt nog heel goed. Niet elke week een 8. Maar wel heel wel een 7. Hoe lang je weg bent, hoe weet je vaak. Vandaag was de complimentendag bij Jan-Dirk. Dus die begint gelijk met een compliment. Ja, dus dan... ja. Ja, maar dat vond ik ook echt. Ja. Nou ja, ik heb in ieder geval redelijk constant gepresteerd. Maar niet elke week een 8. Nee, 6. Ja. Minimaal toch? Altijd een 6. Maar ik wilde even naar die wedstrijd van gisteren. Feyenoord tegen Go Eagles in Deventer. Heb jij je toen je de uitslag hoorde niet kapot geërgerd? Ik heb het laatste stukje heb ik in de kwartier gezien. Na de training van LRC? Ja, ze stond het 2-0. Ik kon niet geloven. Ik dacht toen, en nog steeds eigenlijk niet. Ik dacht toen, ze hebben een type De Wolf of Heus nodig in het veld. Nou, weet je, Jan Willem gaf het al aan. Kijk, je speelt tegen Feyenoord uit een tegenstander vandaan. Hoef je het spel niet te maken. Heb je niks te verliezen. Je bent geen favoriet, dan ga je naar Go Ahead, dan heb je alles te verliezen. Ja. Het bekende verhaal, Ronald zal ze gewaarschuwd hebben. Mentaal zijn die jongens niet voorbereid geweest om van een Tote Divisie of een jubileumclub te kunnen winnen als Go Ahead. Ja. En dat is, dat geef je toch aan hoe ver mentaal die groep staat. Dus... Gaan we het zo meteen uitgebreid verder over hebben. Want Jan-Dirk, dat is één, hè, dat je verliest van Go Ahead Eagles in de Jupiler League. Maar dan die andere ploeg uit Rotterdam, Excelsior, die in eigen huis toch de nodige moeite had met GVVV en 3-0 verliest. Ja, we hebben daar van de week uitgebreid verslag van gedaan. Ik had vanmiddag Simon Kelder, de algemeen directeur, aan de lijn. Ik heb collega Dennis van Eersel gesproken, die op Woudestein was. En gisteren raakte ik in gesprek met twee commercieel medewerkers bij Excelsior. Ferry de Haan en Wouter Rudde hebben allebei ook op hoog niveau gespeeld. En die zeggen dan allemaal, ja, het ergste is nog, het was zeer verdiend, de overwinning van GVVV. Ja, en Kelder zegt vanmiddag, en zei hij ook van de week tegen Dennis al, ja, ik loop 40, 45 jaar bij deze club rond. Dit was echt de allerslechtste in jaren. Dus ja, de zorgen zijn groot. Ik was er zaterdag zelf toen ze voor de competitie van Heracles verloren. Dat kan nog, al was het spel weer niet goed. Maar dit is echt een grote blamage. Goed, daar gaan we allemaal straks over praten in deze uitzending van FC Rijnmond. Maar u bent het gewend. We openen altijd met de week. Deze week bleek maar weer eens dat ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. En dat er niets mis is met het geheugen van Ed de Goeie. Hoe ging dat nummer ook alweer? Oeh, ah, et de groei. Ja, een zoetgevoiced konijn verliest nooit zijn streken. Kenners weten dat Ilias Bellassani, smaakmaker bij Sparta tegen de Go Ahead Eagles in de competitie en Sparta Nijkerk in de beker, zich al jaren laat inspireren door Ed de Groei. Althans, een andere reden kunnen wij niet bedenken waarom ook hij zichzelf zo graag toezingt. Ilias Bellassani, oh oh. Sparta vindt dat er muziek zit in de coaching van Michel Vonk. De optie in het contract van de trainer is namelijk gelicht, waardoor die nu vast ligt tot 1 juli 2013. Naar verluid heeft Vonk in zijn enthousiasme bij het feestvieren alleen per ongeluk zijn eigen huis verwoest. Er komen wel eens andere krachten los en daar moet je wel tegen bewapend zijn. Johan Boskamp wordt scout voor Feyenoord. Bepaalt geen kinderbaan voor deze mastodont. Ja, ploppen de plop. Hij heeft zich ten doel gesteld de nieuwe Wesley Sneijder voor de club te vinden. Beste kabouters. Feyenoord had een bizarre week. Eerst was het de betere ploeg in de arena. En vervolgens beleeft het zijn zwanenzang in de beker tegen een stel adelaars. Welcome to the Hotel California. En dus had Koeman even wat minder noten op zijn zang. Wat zie ik af en toe op zondag en wat zie ik nu? Ja, dat is voetbal dus. Dat kan in 3 dagen totaal anders zijn. Koeman bewees voor de wedstrijd wel dat hij een vooruitziende blik heeft. Nou, Kostas heeft gespeeld tegen AGOVV. Die speelt morgen ook. Maar nogmaals, het is niet zo dat het nu al bekend is dat hij bij wijze van spreken alle rondes in de beker gaat kiepen. En
dat klopt dan weer als een zwerende vinger. Lamproe gaat inderdaad niet alle rondes in de beker keepen. Ook bij Excelsior was het weer hetzelfde liedje. Zelfs tegen GVVV was er geen reden om te juichen. En dus zong John Lammers maar weer eens een toontje lager. Nou, ik ben natuurlijk ben je woest. Van binnen ben je echt woest. En alleen, je probeert reëel te zijn en te kijken van waar is het fout gegaan. Eigenlijk word je weggespeeld die laatste 10 minuten. Blijft over FC Dordrecht. Die club kon het nog lang uitzingen tegen AZ, maar moest in blessuretijd toch de lier aan de wilg hangen. Ja, het was een bekerronde waar we uitgebreid over na kunnen praten. Laten we even beginnen, Ruud, met Ronald Koeman en Feyenoord. Hij zei na die wedstrijd tegen Ajax in de Arena dat hij niet het gevoel had dat sommige spelers zich doorontwikkelen. Hij miste de ontwikkeling. Snap jij wat hij bedoelt? Nou ja, ik begrijp wat hij bedoelt. Ik zie wel een aantal spelers die zich wel doorontwikkeld hebben. Zeker na de wedstrijd afgelopen tegen Ajax, afgelopen zondag. Ik vind ook altijd een paar spelers stilstaan. Bijvoorbeeld Vlaar. Als ik die duels, dan hoor ik ook de afloop van jammer 1-1, hè, een fout van ons. Nee, er was één grote blunder, dat was meneer Vlaar zelf. Die staat verkeerd opgesteld, gaat al naar de bal toe. Geeft helemaal geen contact met zijn tegenstanders. Ja, dat zijn fouten op dat niveau. Dat is onvoorstelbaar. Ja, deze ploeg verbaast Koeman, hè? In positieve zin. Afgelopen zondag in de Arena, ja, en gisteravond in Deventer. Hij is zo open en eerlijk om dat zelf ook te zeggen. Het heeft natuurlijk ook met tactisch inzicht te maken. En wat je echt ziet, dat is echt een patroon aan het worden helaas. Dat het als je kunt instellen op een tegenstander, is het goed. Dan kun je reactievoetbal spelen. Maar moet je zelf het spel maken. Ook in duels die wel gewonnen werden tegen de Graafschap en VVV. Ja, maar hebben ze toch fases gehad waarin het moeilijk was. En Koeman zegt ook, ja, ze zien ook gewoon niet hoe ze in het veld onderling dingen moeten organiseren. Als een tegenstander zich een bepaalde houding aanmeet. Ik begrijp nog als je tegen middenmoot Eredivisie speelt. Dan kan ik begrijpen dat je het moeilijk hebt. Maar als je tegen met Jupiler League, en alle respect voor Go Ahead Eagles, als je daar de vorm niet hebt, op elke positie ben je beter. Ja, dan is het puur een mentale kwestie. Maar jullie hebben toch ook wel dat soort wedstrijden gespeeld? Ja, natuurlijk. Wij hebben ook dramatische wedstrijden gespeeld. Ik vergeet nog het meer. Voor de beker, PEC Zwolle. Zwolle uit 1-1. Worden we met strafschoppen. Dan win je hem gelukkig. Hey, dan haal je hem er wel uit. En daar gaat het om. Kijk, als Feyenoord gisteren gewonnen had of gewonnen met strafschoppen, zeggen ze allemaal van, ja, gelijk maar. We zijn verder. Vergeet je alles snel. Maar dat tactisch inzicht is wel belangrijk. Hè? Want ook afgelopen zondag in de Arena, waar het echt heel goed was, ging het minder toen ze met een man meer gingen spelen. Ja. Ook dan weten ze helaas niet de vrije man te vinden. Nee, maar dat is dus wel kennelijk de kracht van Koeman, dat hij dus die ploeg wel neer kan zetten. Ja. Zoals tegen AZ. Op de counter heeft hij die ploeg goed neergezet, met de snelheid van Schaken en Guidetti. Maar dat ze dus kennelijk het spel maken, is dus nog stap 2. En daar is deze ploeg dus nog niet aan toe. Ik denk dat het angst te maken heeft. Angst? Ja, van, kijk, ze gaan eigenlijk naar naartoe, de Arena, om de schade beperkt te houden. En natuurlijk Ronald, ze rolt in elkaar, ze de bluff van, we gaan ze afjagen. En heel goed om te horen, dat is er gebeurd. Maar dan komen ze een voor, en dan zie je ook hoe de reactie is van de spelers om elkaar heen duiken en met elkaar bezig zijn. Geweldig. Maar dan gaan ze met 10 man spelen. Dan moeten ze dus nagaan denken, dan krijgen we zoveel vrijheid. Zouden we eigenlijk een keer winnen in de Arena? En gaat helemaal mis. Maar dat is mentaal. En daar zijn maar dat is mentaal. Mentaal, maar ook angst om, je kon ook zien op een gegeven moment, Ajax ging gewoon 1-1 spelen, nam alle risico's. We gingen al meer achteruit lopen. In plaats dat je vooruit gaat lopen en elke keer de vrije man zoekt. En ja. Ik denk dat je, zeker middenveld, heb je daar voetballers voor. Maar dat was gisteren dus ook mentaliteit. Ja, want op die persconferentie vandaag en gisteravond in Deventer ging het daarover. En dan is Koeman ook zichtbaar teleurgesteld in de instelling van zijn spelers. Nou, Biseswar is een voorbeeld. Die krijgt dan gisteren een kans. Loopt bij een wissel heel boos van het veld. Biedt dan vandaag wel zijn excuus aan zijn spelers en zijn trainers, maar dat kan eigenlijk niet. Als je echt een team bent, dat waren ze zondag in de Arena dus wel, ja, dan is dat een paar dagen later weg. Dat is dus toch broos, gaf Koeman ook toe vandaag. Ja, en vandaag sprak Ronald Koeman ook over die instelling en over die mentaliteit. Gisteren sprak hij erover en daar zei hij onder andere dit over in het kader van die wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Als je dan toch het hebt over overwinnaarsmentaliteit, het moment van de bal van Kromkamp in de 16 meter met Guillaume Fernandes. Dat Kromkamp gaat met een slijding naar de bal toe. Op de penaltystip was het ongeveer, dacht ik. En Guillaume komt naar de bal toe lopen. Ja, met alle respect. Maar dan moet je je klauw wel zetten. En het kan er niet zo zijn dat jij pijn krijgt en Kromkamp staat weer op. Nou, dit is dus wat jullie bedoelen, misschien wel. Ja, nee, dat klopt. Het is, Maar dat is niet over te brengen. Nee, daar zit hij.
En dan kan je wel zeggen, we gaan erop trainen en allerlei trainingskampen beleggen. Dat zit in je karakter. Ja, dit is mentale groei en dan moeten ze nog echt een hele lange weg afleggen. En dan zie je dat hele goede prestaties worden afgewisseld met minder goede prestaties. En dat is de voornaamste uitdaging van Koeman, van Gastel, van Broncos, om die jongens dat bij te brengen. Maar dat moet ook erg in jezelf zitten. Ja, maar weet je als je tegen Ajax een 8 scoort, hè, als team. Ja. En als je dan 3 dagen later een 4 scoort, dat verschil is veel te groot. Mm-hmm. Kijk, je kan zeggen op een gegeven moment, oké, we halen die 6, pakken we. En weer de wedstrijd tegen Go Ahead. De weer de wedstrijd. En dat heeft puur te maken met alleen maar mentaal... Maar moet je wel deugd doen dat Koeman wel gewoon uitgaat van die top 5. Hè? Koeman laat heel duidelijk de ambitie in zijn woorden doorspreken. Van wil je bij de top aan blijven haken? En dat moet jou... Hij zegt niet, dat zijn jongens die niet kunnen niet weten. Ik vind het heerlijk om dat te horen. Hij dekt zich nooit in. Hij zegt gewoon, we gaan met deze selectie... voor de eerste 5 vind ik echt heel... Dan spreek je al iets uit naar je spelers toe. Van luister, elke week de druk. Bij Feyenoord speel je alleen maar om te winnen. En niet om in de middenmoot mee te doen. Ja. Dus die jongens krijgen een stukje leerproces. Krijgen meer druk. Waardoor ze klaargemaakt worden. Om zo meteen om het kampioenschap te kunnen spelen. Dan direct Excelsior verloor van GVVV. En dan gaat zo'n trainer natuurlijk lang. Maar ze gaat nu vragen... Om spelers, dat kan niet anders, want die heeft wat nodig. Ja, iedereen weet dat Excelsior ook vorig seizoen een slechte fase kende onder Pastoor met 1 uit 12. Toen kwam in de winterstop kwam Roorda in de Graaf, met name Roorda was belangrijk. Ook Zegelaar liep daarvoor in. En natuurlijk wil een trainer spelers, maar dan hebben wij helaas een zeer teleurstellende mededeling voor de trainer van Excelsior. We hebben net samengebeld met Simon Kelder, directeur bij die club. En Excelsior zit in die befaamde categorie 1. Mag geen uitgaven doen, heeft een toestemming van de KNVB weer nodig. Misschien komen zij redelijk snel uit. Maar ze gaan en mogen niet investeren, zegt Kelder net letterlijk. Saneren gaat voor presteren. En ook als er een speler gehuurd gaat worden, heb je geld nodig van sponsoren. En dan zeggen regels van de KNVB, stel dat een speler een ton aan salaris kost, dan moet die sponsor wel 1,5 ton neerleggen om te voorkomen dat het alleen om die speler gaat. Maar met die 0,5 ton extra, dan moeten ze dan ook laten zien dat ze daadwerkelijk in de toekomst van een club investeren. Kortom, dat is best een somber verhaal, maar ook wel weer realistisch. Ja, maar voor een trainer toch niet leuk om te voor een trainer verschrikkelijk. Die hoort nu gewoon van zijn directeur, dat hebben ze intern vast al vaker besproken. Ja, wat er ook gebeurt, de kans is klein dat Excelsior in de winterstop spelers haalt. En dan weet je dat je gaat degraderen met deze groep. Tenzij er in de komende weken RKC, VVV, tja. Ja, ja als je, we kunnen toch niet zeggen dat ze een slechte selectie hebben geschreven, VVV. Nee, dat lijkt me, nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Ook mentaal. Vorig jaar nog bij jullie ook mentaal. En dan kan je hetzelfde zeggen. Als je gewoon reëel bent, en ik heb het een paar maanden geleden in de uitzending gezet. Excelsior is gewoon niet goed genoeg. Plaat. Nee, dat zei Peter Bos ook zondagavond. Zaterdag niet goed genoeg en die gaan er niet redden. En dan kan je 2 dingen doen. Of je gaat je in de schulden steken. Of je zegt, nou, we gaan lekker volgend jaar de Jupiler spelen bij de bovenste 5-6. En dan winnen af en toe een wedstrijd. En heb je nog plezier. En ik denk qua publieke belangstelling... Maar goed, als je nou net praat over Koeman die top 5 gebruikt om zijn spelers te motiveren. Dit kun je op Woudestein ook niet gaan roepen. Nee. Want dan geven die spelers een excuus om niet te presteren. Nee, maar wij wel. Wij kunnen alles roepen. Ja. Je ziet het toch ook, joh. Je mag eerlijk zijn. Je kan daar elke trainer neerzetten. Ja. Maar dat is gewoon niet goed genoeg. Hoe Cruijff degradeert ben ik zelfs. Jongens, we blijven in de Jupiler League. We gaan naar Sparta. Want Sparta, ja, het gaat nog niet zo heel erg goed natuurlijk bij de Kasteelclub. Maar er zijn af en toe elk seizoen weer van die groeibriljantjes die je op het veld ziet ontluiken, die langzamerhand beter worden en die misschien voor de toekomst wel een hele, hele mooie toekomst gaan krijgen bij die Kasteelclub. Kijk maar naar dit portret. We zijn nu in Delfshaven. Het is precies zijn oude Delfshaven voorhaven waar ik ben geboren en getogen. Hier is het eigenlijk begonnen allemaal. Hier ben ik groot geworden, volwassen geworden. Hier heb ik leren voetballen. Ik ben hier heel vaak te vinden. Veel voetballers ook toevallig. Veel jongens die er al zijn. Veel jongens die nog moeten komen. Maar er lopen heel veel talenten rond. We hebben hier achter wonen, dat is Giuliano Wijnaldum en zijn broer Giorgino Wijnaldum. We hebben Jason Cabral wonen, die woont hier achter. Als we een goal hebben gemaakt, dan wijzen we naar een camera die op ons schijnt en het gebaar is dat we dit doen. Dus het is een gebaar dat je uit Rotterdam-West komt, is een teken van een W. En daar zijn we gewoon trots op en dat laten we ook zien aan de anderen. Hier voetbal ik elke keer als ik vrij ben van Sparta. Dan kom ik hier met de vrienden van me. Dan doen we meestal 5 tegen 5. En regelen ook jongens van een andere buurt meestal. En dan gaan we kijken gewoon wie beter is.
kijk, ik kom vaak ben ik hier en leer ik van anderen hele mooie acties. Die probeer ik ook aan te passen tijdens wedstrijden. En soms wil ik wel te ver gaan. En dan hoor ik de trainer vanuit de zijlijn roepen dat ik simpeler moet spelen. Maar dat zit in mij. Ik hou van voetballen. Ik wil alles laten zien aan iedereen. En soms ga ik wel te ver, ja. Gisteren toevallig, bij de bekerwedstrijd, hoorde ik achter me toen ik corner nam, hoorde ik een liedje met mijn naam erin, ja. Ilas Belsani, oh oh. Hij ging zo en het is leuk om het te horen. Heel leuk zelf. Dan zie je ook dat supporters achter je staan. En meestal roepen ze dat als je het goed doet. En het gaat toevallig nu op dit moment best goed. En ja, goed gevoel. €5 Dit is typisch Delfshaven. Alle culturen bij elkaar. Allemaal gezellig boodschappen aan het doen. Vroeger kwam ik hier wel eens. Dan liep ik hier met mijn vader bijvoorbeeld. En hij kocht altijd, hij betaalde altijd. Alleen ik vond zelf dat ik af en toe wat stiekems kon pakken. En dat meestal een beetje bij de gedeelte waar je snoep had. En dan had ik een kleine marge bijvoorbeeld in mijn zak gezet. En liep ik rustig door alsof er niks aan de hand was. Dat waren vroeger perioden dat mooi is om terug te halen. 1 lumpia vegetarisch en 2 met kip. Dat is lekker hoor. Ja, hij is goed. Dank u wel. Ilias Belhassani. Vond je een sympathieke jongen? Hè? Het is complimentendag dus. Nou ja, ik heb hem van de week gesproken toen hij tegen Sparta Nijkerk 2 wereldgoals maakte. En collega Frank Stout is met hem op pad geweest. Ja, het is zo'n standaard uitdrukking van er zit een goede kop op. Maar het is wel een hele sympathieke jongen die echt op zoek is naar zijn eigen top. Die zegt ook gewoon tegen ons, mijn droom is voor Real Madrid te spelen. Ja, dan weet je nooit of dat gaat lukken. Maar het begint bij die droom. Is van de zomer bij de amateurs van Bayern München geweest om te kijken of hij daar een contract kon afdwingen toen Robbaan als technisch directeur niet meer verder wilde. Mm-hmm. En wat ook wel aardig is om te melden, deze jongen heeft tot en met zijn 16e of tot zijn 16e in alle vertegenwoordigende elftallen van Oranje gespeeld. Was zelfs een keertje aanvoerder. Dan is er zo'n regel, ja, als je dan ouder wordt moet je een Nederlands paspoort hebben. Had hij niet, is uit beeld verdwenen, heeft nu wel een Nederlands paspoort. Ja, deze jongen heeft alles om een goede voetballer te worden. Het gekke is, wij zaten op de tribune bij Sparta tegen FC Os en toen viel hij in. En toen zag je gelijk dat er wat gebeurde met hem in het veld. Ja, het is een vrije jongen. Dan krijg je weer die discussie met Cabral. Af en toe moet hij ook simpel spelen en die bal breed leggen. Maar laat de jongen ook gewoon lekker vrij spelen. Zoals tegen Go Ahead Eagles afgelopen zondag. Een beetje achter de spits en dan weer links, dan weer rechts. Ja, dan is deze man echt belangrijk nu over Sparta. Hou je van? Ja, hij is mooi. Ik heb Sparta zien spelen tegen Dordrecht Sparta hebben gezien. En dan vond ik Sparta heel matig. Eerst half vergeerd nog, maar en dan druk ik me nog heel zwak uit. Maar ik vind het geweldig dat er een jongen uit Rotterdam zo weer het voetbalveld, voetbalschoenen aandoet en de uitblinker van het veld is. Dat vind ik mooi. Net een jongensboek. Ja, weer hè. Weer zo'n jongen, weer zo'n talentje uit de jeugd. Ja, dat is mooi. En daarom is het ook logisch natuurlijk gezien het seizoen tot nu toe dat Sparta het contract met de trainer nu al verlengt. Het is eind oktober. Het gaat goed met Sparta. In de middenmoot van de Jupiler. Het wordt cynisme op jouw voorhoofd. Toch, hè? Moet ik het spellen? Nee, maar het is niet zo ingewikkeld. Kijk, wat we ook vinden van het spel van Sparta en het functioneren van Vonk, over wie spelers zeggen, goede trainer. Hij moet alleen wat beter gaan communiceren. Dat zeggen die spelers in koor tegen ons en tegen collega's. Ja, er stond simpelweg een optie in zijn contract. Sparta moest voor 1 december laten weten wel of niet met elkaar door. Maar het is nog een maand tot 1 december. Ja goed, maar Vloed heeft nu dat besluit genomen. Logisch. Het is ook geen nieuw contract. Hè? Het is een optie. Nee, het is gewoon een optie in contract. Maar je kan hem ook niet lichten. Niet logisch, maar wel denk ik de verhoudingen zijn zo. Is dat misschien wel logisch. Hoezo? Ja, het is wel. Dit is een soort cryptisch antwoord wat je nu aan het geven. Nee, want dat is. Kijk, laat ik zo zeggen. Sparta staat er niet goed voor. En dan heb je nog een maand de tijd. En dan ga je een maand van tevoren zijn contract verlenen. Ja, dan denk ik van ja, dat heeft er met bestuur te maken. Of is dat een bepaalde relatie die er is? Tussen de trainer en de technische directeur, ja, algemeen directeur. Ja, die is er natuurlijk. Hè, dat zijn werkvrienden van elkaar. Ja. De andere kant is, weet je, zo'n optie staat in een contract. Hè, maar wat zou er gebeuren als Sparta nou na 1 december zegt, nou, we wachten nog even? Zijn ze bang dat Vloed wegloopt en ineens naar de Kuip vertrekt? Niet hoe contracten tussen trainers en clubs eruit zien. Maar je mag toch veronderstellen dat zo'n beetje elke club tegenwoordig, zeker op dit niveau, er zijn veel meer trainers dan dat er clubs zijn, dat je daar clausules in hebt opgenomen. Dus mocht het een keer misgaan, wat we niet hopen, waar we niet van uitgaan, dan zal het best een regeling zijn, toch? Laten we hopen dat het goed gaat. En als ze tegen Cambuur winnen, zondag,
dan staan ze ineens weer bij de bovenste ploeg. Hè? Het is niet goed. En ze zitten nog in de beker. En ze gaan tegen GVVV spelen. Dus de kwartfinale is blond. Het is duidelijk, Sparta moet toch minimaal bij de bovenste zes gaan spelen. Dat wordt wel steeds. Ik heb een paar tegenstanders gezien. Als je dat niet redt met een bolwerk in Sparta, dan doe je echt iets helemaal verkeerd. Nee, dan is de club aan het afleiden. Dat heeft Vloed hier ook gezegd. Als we niet promoveren, hebben we een probleem in de komende competitie. Ik denk dat ze dat gered. Ik heb ze zien spelen en ik vind het helemaal het geld al. Mm-hmm. Als je dan 4 miljoen euro te besteden hebt, zoals ik gehoord heb. En de kwaliteit op het veld, dat komt totaal niet in overeenstemming met die 4 miljoen. Mm-hmm. Ja, de helft gaat op aan stadion en jeugdopleiding, heeft hij hier pas uitgelegd. Maar dan nog, Heb je een begroting. Structureel hoger spelen. Ik vond bijvoorbeeld als achterin, dat ging nog wel, maar ik vond het voorin. Ik vond het echt slecht. Ook tegen Sparta Nijkerk schiet Bokila weer een bal binnen. Dat is wel zorgwekkend. Nee, maar dat is geen spits die de team voor je maakt. Nee? Dat is, nee, ze dat wilden is, die hem hebben van AGOVV, maar de investeerders wilden geen geld neertellen voor hem. Niet meer. Ze wilden niet meer die anderhalve ton voor hem. Maar zo goed is hij ook niet. En dan heb je die andere jongen van Xerxes. Ja. En die moet nog heel veel stappen gaan maken om het niveau, het handelingstempo aan te kunnen. Hij maakt heel gauw een geïrriteerde indruk. Altijd wat ruzie met zijn medespelers. Ja, dan ben ik blij dat zo'n jongen weer in beeld komt en dat die het gaat doen. Ja. Gewoon uit Rotterdam. We zoeken overal een goede spits, hè. Dat is moeilijk. Dat is waar. Ik wil nog even tot slot naar FC Dordrecht, want die verdienen er ook wel een compliment. Hebben in 2 minuten tijd eigenlijk een 2-0 achterstand omgebogen tot 2-2. Dat gebeurde tussen minuut 71 en 73 tegen AZ. En leken daarmee bijna de koploper uit de Eredivisie uit te kunnen schakelen. Ja, dat is de charme van het bekertoernooi. Een paar jaar geleden waren we bij Dordrecht Ajax. En toen was er bijna aan stunt. Had eigenlijk een verlenging nodig volgens mij. Met een vrije trap vlak voor tijd. Dan winnen ze. Ja, dat is de charme van het bekertoernooi. Ze hebben van de week dat contract met Theo Bos. Of vorige week al verlengd. Ja, daar moet je gewoon in alle rust blijven werken. En hopen dat dat nieuwe stadion er komt om echte stappen te maken. Een periodetje pakken. Toch? Hopen op een goede periode. Ja, nee, maar nogmaals Dordrecht werkt met een van de laatste begrotingen. En als je dan tegen AZ in de verlenging nog een kans heb om door te... Ja, dat doe je gewoon heel goed. Weet jij trouwens, dit weekend, hè, belangrijke wedstrijden in de Eredivisie bijvoorbeeld. Excelsior, RKC en Feyenoord op bezoek bij Groningen. Heel belangrijk. Maar weet je waar nog meer een belangrijke wedstrijd op het programma staat dit weekend? Zeg het eens. Werkendam. Oh ja, ja. Kozakkenboys en RKC. En de trainer van RKC zit hier. En dat is wel, zeg maar, dit is wel een wedstrijd, hè? Dat is een clash. Leerdam tegen... Ja, klopt. Ja. Dat is echt een wedstrijd. Werkendam-Leerdam. Dat is eigenlijk een derby. Hier worden reputaties gemaakt en gebroken. Ja, hier staan de jongens op en de kerels vallen af of andersom, hè? Ik ben vorig jaar daar geweest en ook thuis. Dat is precies andersom, Jan Dirk. Ja, het is andersom. De mannen staan op en de jongens vallen af. Maakt niet uit. Spoelen terug, monteren we. Maar in ieder geval, dat is hartstikke leuk. Ik ben vorig jaar ben ik de trainer geworden bij Leerdam. En ik wist helemaal niks van derbies, Kozakkenboys, Leerdam, wist ik af. Tot ik het 2 keer meegemaakt heb. Ja, het is echt heel leuk. Bloed aan de paal? Ja, veel publiek. Maar zijn ze mentaal klaar? Dat is natuurlijk belangrijk nu, mentaliteit. Je hebt het nu over mentaliteit gehad. Als jij eraf gaat met 2 jaar, dan krijg ik een belletje voor jullie. Ja, dan gaan we je maandag even bellen. Dat begrijp jij. Nou ja, ik weet zeker, kijk, resultaat in de zin van als een ploeg beter is, kan je verliezen. Maar ik vind wel, het moet een wedstrijd zijn, er moet bloed op de paal zitten. En er moet van alles gebeuren. Wij gaan maandag met de camera controleren of er bloed op de paal zit bij Kozakkenboys RRC. Dankjewel Ruud dat je er was. Kom nog een keer terug, snel. Maar misschien kom je wel niet binnen, hoor. Nee, misschien komen we nu ineens niet binnen. Zal dat zo zijn. Jan Dirk, tot volgende week. En volgende week zit hier Hans Krijs senior bij deze uitzending van FC Rijnmond. Ja, mag ik wel zeggen, toch? Hebben we geregeld. Hartstikke leuk dat tot volgende week. Hier zo in het midden. Nee, te ver.